Wat is dit? Gewoon. Jij begint te... Jij begint daarover. Ja. Vriezerik, jij bent van de poep. Oh, schijt. Echt een schijt. Ik wou net zeggen, je bent echt een schijt. Oh. Yo. Kom eraan, man. Zie je zo. Hi Bert. Dag. Hoe is het? Goed. Ja? Met jou ook? Goed. Ja? Ja, kom erin. Gaan we een stukje rijden? Ja. Oh, die camera heb je nu al aan zeker? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Daarom zei ik tegen jou, ik ben daar 3 over. Hoe is het? 3 over, hoi. 3 over 1. En eigenlijk. Dankjewel, heb je meteen een flesje water voor me? Dat heb je wel nodig, toch? Nou, oké. Nee, grapje. Nee, dat heb ik altijd. Je mag ook cola pakken als je wil, hè? Dat heb je. Heb je ook bier? Wil je bier? Nee, ik heb je bier. Ik dacht, we gaan even een kopje koffie halen bij de McDonald's. Is toch goed? Wil je dat? Hebben ze dat hier? Ja, zit vlakbij. Oh. Heb ik wel even zin in. Nee, je kan even rechtdoor, dan moet je even keren en dan kun je hier de bocht door. Oké. Hey, woon jij hier? Wat een cockpit is dit, zeg. Ja, hè? Dat is een goede cockpit, hè? Ik ben er ook niet goed, hè? Nee, hier moet je wel even draaien. Wacht even, je kan daar ook draaien. Kijk, dan kun je ook even kijken hoe mooi het is. Ik moet terug gewoon. Nee, rechtdoor. Oh, hey, wat is wel gezellig hier zo wonen, hè? Leuk, hè? Kijk, al die mensen die naar binnen kijken. In die mogelijkheden. Ja, maar het is hier echt bootjesvolk. Dus je kan gewoon, als je daar waar wij wonen, kun je gewoon al die bootjes zien de hele tijd, de hele dag. Oh, het is wel gezellig. Als het mooi woon je hier met Dorian? Ja. Leuk, hè? Leuk gozer, hè? Heel leuk. Ja. Richting aanwijzing. Oh, wacht even dat ding uit, anders hoor ik je niet. Nee, wat, allang? Je hebt ook 1, 2, 3... Ik heb maar 3 camera's. Maar 3, zit er niet nog ergens stiekem in, onder de stoel? Oh, ja. Ja, precies. Zelfs dat je een rokje... Oh, en hier zit nog een camera. Dus je hebt echt 1, 2, maar 3. Echt, ja, echt ik heb 3. Alleen maar 3. Ja, kijk maar, we mogen gewoon kijken. Nee, er gebeurt niks. Nee, ik geloof jou niet. Ik weet niet waarom, maar hoe zou dat? Waarom vertrouwen wij niet? Nee, ik ben heel lief, hoor. Hey, maar waar woon jij? Ik woon in Apeldoorn. Apeldoorn? Ja. En jij dacht, ik ga gewoon James Gordon gewoon doen. Ja. Leuk. Daar heb ik het van afgekeken. Ja, dacht ik. Ja. Ik vond het wel heel leuk. Kijk, ik kan niks. Ik kan niet werken, wat dan ook. Ik kon alleen een beetje voetballen. Ik had geluk met voetballen. Maar ik denk, ik moet toch wat gaan doen. Het allemaal geld is op. Je dacht, ik kan lullen. Dus ik ga niet. Ja, dat wist ik ook niet. Ik probeer. Ja, gewoon slap lullen en... slap lullen niet, maar wel. Ja, wel. Nou, volgens mij is behoorlijk slap. Maar, ja, hè? Jij hebt vast zeker ook een andere kant. Hier, rechts. Rechts, ja. En dan... En dan links. Woon jij hier al lang dan? Nou, ik kom dus uit Friesland natuurlijk. Ja, want ik zei gisteren Groningen, maar jij kwam uit Friesland toch? Groningen? Maar Groningen is anders dan Friesland, in de schade. Nee, Friesland is wel Groningen. Maar ik bedoel, echt Fries praten is anders dan Gronings. Ja, hè? Ja, kun jij het verschil? Praat eens wat. Wat doe je wat in het Fries? Allee, wat vind ik het dan leuk dat we hier in die auto zitten. Ja, een beetje zo zeikerig, hè? Ja, het is een beetje zeikerig. Ja, hè? En dat Gronings? Ik vind het sowieso ook een beetje zeikerig, ja. Ja? Maar Gronings is meer een beetje knauwen. En heel veel mensen die dan weten dat ik uit Friesland kom, die gaan me natuurlijk dan altijd nadoen. Ja, tuurlijk. Maar dan wordt het altijd op een of andere manier, is Gronings dan makkelijker om na te doen of zo. Mm-hmm. Dus dan wordt het een beetje zou. Ja, zou. Een beetje meer dat. Maar dat is Gronings. Dat is wat meer achter in je strot. Dat is zo anders als Fries. Oh, leuk, maar leuk. Even, maar doe jij eens even Fries nou. Waar gaan skutjes zien? Skutjes zien, gaan we. Skutjes zien? Skutjes zien. Toch? Is dat toch? Scootje. Een scootje ziel. Dat is wel Snake heel leuk trouwens. Ja, dat is ook wel leuk. Snake Week zeggen we niet gewoon ook. Dat is ook niet een actie. Snake Week. Gewoon Snake Week. Dat is wel... Oh, mijn even vriend me nadoet. Ja, hier links. Dorian, doet hij alles na, ja? Ja. Maar kijk, weet je, dat is wel een beetje... Hij is Rotterdams natuurlijk. Oh, komt uit Rotterdam. Zonde. Dus dat is... Waarom? Dat is fucking leuk. Fucking leuk. Nee, hij komt uit Rotterdam, dus hij heeft dan... Beetje Rotterdam, ze heeft het een beetje zo natuurlijk. Ja, jij kent ook veel dingen naar doen, hè? Ze achter in zijn strot. Ja. Dus dat is altijd wel, ja, dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Want hij probeert het dan na te doen.
Maar ook, dan wordt het echt licht, licht Gronings. Ja, het is niet waar. En zoals Jochem Meijer natuurlijk, want die had het heel goed. Jochem Meijer, hè? Ja, die deed je op elk raar moment, dan krijg je een knijp in je kont. Dan kun je gewoon Fries nadoen. Nou, dat is het precies. Oké. Okay. En wat doe je? Je hebt me ontmoet op de set of eerder al? Nee, op de set. Oké. Okay. Was dat je liefde op het eerste gezicht? Of, Nee. Vond je hem kwal? Nou, kwal. Ik was, ja, achteraf bekeken dacht ik, denk ik dan toch dat er wel een soort van spanningje of zo was. Maar dat zag ik toen niet. Oh. Ik vond het een beetje een... Ik kon niet zo heel goed contact met hem krijgen. Oké. Okay. Was hij verlegen? Nou, hij deed een beetje stoer. Oh ja, en hij vond mij ook niet zo leuk, hij vond mij ook maar een beetje raar. Dus dan, dat clasht dan altijd, omdat je denkt, wat ben jij voor een raar figuur? Ja, dat had ik ook met mijn beste vriendin, we vonden elkaar ook heel raar. Mm. En heel kut eigenlijk. Maar heel ja, het is mijn vriend geworden en het is mijn beste vriendin. Dus mooi toch? Ja, dus dat rare trekt elkaar misschien wel een beetje ook. Wij ook, ja. Meteen die klik. Dat je denkt, jezus, wat een Mongool. Ja, nou, echt. Dat zijn maten voor het leven. Oh. Nee, gezellig. Dus hoe lang woon je hier nu dan? Ik woon nu, in mijn 2 jaar, denk ik. Maar ik zeg al 5 jaar, 2 jaar. Hmm. Nee, 2,5. Oké. Dus ik heb de eerste periode in, ik ben hier naartoe verhuisd natuurlijk voor goede tijden. Ja, want je woont in Friesland gewoon? Ja. Dan heb ik een jaar lang ben ik heen en weer gereisd. Dus dat is wel, ja. Met de trein gewoon of in de auto? Nee, in de auto. Oké. Okay. Dus daar was ik op een gegeven moment goed klaar mee. En toen heb ik via collega hier een hele mooie plek gekregen. En Dorian die woont in Amsterdam. Ja. Yeah. En toen hebben wij eigenlijk na een jaar dat we allebei weer goede tijden speelden, werden we verliefd op elkaar. Leuk, hè? En toen heeft het nog een jaartje geduurd. Het is een beetje heen en weer natuurlijk. Hij woonde daar, ik woonde hier. En toen uiteindelijk heb ik hem zo bij zijn hassers getrokken. Ja, ja. Maar hoezo kom je hier? Hoezo hier terecht? Waarom niet uit Amsterdam of in Hilversum? Want even kijken, Hilversum, daar zit de studio toch? Nee, Amsterdam. Oh, zit zit Amsterdam. Ja. Waarom niet daar? Ja. Hoezo deze plek? Nou, eigenlijk vind ik... Nou, was dat een feest. Nee, dan was ik hier helemaal gaan zitten, nee, helaas. Maar... Ik kom natuurlijk uit Friesland en ik hou wel van die rust. En ik vind het ook wel heel erg lekker om natuurlijk onder mensen te zijn. Ja, 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 ja. Alleen ik wil wel kunnen zeggen van, ik wil even gewoon niks, geen drukte omheen. Amsterdam is vet hoor, maar dat is een heel klein stukje verderop. Ja, precies. En daar kan ik voor kiezen om dan te denken van, joh, ik ga lekker de stad in. McDonald's rechtdoor? McDonald's, ja. Ja, jij weet de weg hier, ja. Reken niet. Ja. Ik heb hier één keer gereden, volgens mij Monica Geuze woont hier ook in de buurt geloof ik. Dacht ik. Monica Geuze? Ja. Wie heb je allemaal in de auto gehad? Nou, ik heb al 170 of zo. Hè? Zoveel? Ja man. Wat leuk. Ja, hoe lang doe je dit nou dan? 7 jaar. Echt? Ja. Zo lang al? Ja, wat dacht je dat ik net begonnen was? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er maar van uitgegaan of zo. Ik denk wel 7 jaar vind ik, ja toch maak je dan iets in je hoofd. Ja, ja, ja. 7 jaar al. Maar tijd gaat snel hè. Tijd vliegt voorbij hé. En dan heb je al hele gekke gesprekken gehad? Is het ook wel eens helemaal misgegaan? Vertel even. Nee, eigenlijk niet. Daar nee. Eentje hebben we gewoon vergeten de camera aan te zetten. Ja, heel gesprek gehad. Ja, heel gesprek. En toen zat ik zo te kijken en dacht, ik zie dat lampje dat brandt. Ik dacht, wat is dit nou, joh? Daar zaten we 20 of 25 minuten al te praten. Vet leuk interview schrijven. Ja, en toen heb ik gezegd van, ja, weet je wat? Maar ik doe eventjes heel even de camera aan, kijk wel hoe het gaat en ik moet niet te gemaakt zijn, zeg maar. Het moet gewoon spontaan zijn, weet je, en dat is leuk. Ja, maar dat was Nou, daar heb jij niet moeite mee, toch? Nee, joh, helemaal niet. Hey, en nu heb je vakantie van goede tijden? Dat is wel grappig, want heel veel mensen vragen dat nu, omdat de Zoomcliff nu geweest is. Ja. Denken ze ook meteen dat wij dan op vakantie. Ja. Precies, ja. Gisteravond donderdag hebben wij ook allemaal meteen vakantie. Ja. Laatste uitzending. En hier links, hier is de McDonald's. Oh ja, McDonald's. Ja. McDonald's. Ja. Maar ik heb in augustus een maand vakantie. In augustus ga je? Ja. Oké. Okay. En maar zo'n dag, hè, als je moet opnemen bij goede tijd, slechte. Ja. Hoe gaat het? Hoe gaat zo'n dag? Krijg je zo'n script, moet je de hele dag daar zijn of wat? Krijg je, wat is die McDonald's nou? Ik denk, laat je even putsen. Godsamme, wat is dit voor gezeik hier, man? Daar. Oh ja, moet daar aan. Hier, moet je je richtingaanwijzer uit doen. Ja. Was je bang? Moet je heel hard gas geven. Links. Je moet gewoon niet kijken, gewoon rijden. Zo'n controle. Wil jij hier... Rechts.
Wil jij ook wat anders lekkers nog? Erbij? Nee, ik wil gewoon alleen de cappuccino. Of cappuccino. Als jij gewoon helemaal lekker wil bunkeren. Ja. Heb je zin in, hè? Ben ik wel gewend, ik hè? Weet wel waar ik je mee ben naartoe en neem uit eten. God, de eerste date ga ik naar McDonald's. Ja. Zie je dat allemaal af? Ja, echt leuk. Nou, zo'n type vond ik je wat. Ja, zo lijkt ik lekker zo'n bulk. Nee. Cappuccino. Hallo? Goedemiddag mensen. Goedendag. Fries, doet Fries. Mag ik van jou een cappuccino? Ja. En een latte alsjeblieft. Macchiato, hè? Latte macchiato. Ja. Ja, alsjeblieft. En een cappuccino. Dat was het. Dat was het, mevrouw. €8 Wat een geld. Dat is toch niet zo geloofd zijn hoor, hè? Zo duur. Alles kost zoveel geld. Godverdomme. Sorry. Dat was niet mijn bedoeling. Heb je geld bij je of niet? Dat was wel je bedoeling, kut. Hé man. Heb je geld bij je? Jij? Nee, ik heb het. Nee, ga weg man. Zal ik het doen? Dat vind ik leuk. Ga weg. Ik denk echt dat jij gaat betalen. Geen man, speervrouw hoor. Kijk mijn tasje. Die is voor vrouw ook. Dit is mijn reistasje. Ik ga snel op vakantie. Dat is wel handig. Als je... Jij rookt niet meer, hè? Gestopt, hè? Ja. Waar heb je dat nou even gezien? Dan? Goed, hè? Van jou. Jij hebt je goed ingelezen. Op jouw Instagram zag ik het. Zag je zo een sigaret op je lip? Hè? Je gestopt. Een sigaret op mijn lip? Fijne dag. Hoi. Doeg. Wat? Ja, de sigaret op mijn lip? Ja, op Instagram staat er nog steeds op. Heb je dat niet gezien? Je hebt gelijk, maar dat is inderdaad al een poos geleden. Oh ja. Een hele debiele foto. Is het een jaar geleden of zo? Is dat nog langer geleden? Nee, nou, dit jaar oktober al 2 jaar gewoon. Netjes hoor. Hey. Hi. Wat is dat? Ik had een latte en een cappuccino. Eén koffie? Eén cappuccino. Oh, oké. En één latte. Dat je automatisch een typetje doet, maar dan ga je iemand nadoen. Dat is geweldig. Ik hou er zo van, hè. Nee, en ga met je. Zo sneu. Dadelijk spoes ze in die koffie van op. Hang ze een tepel er even in. Echte melk. Godverdamme. Dan schiet met die koffie, man. Ben jij maar echt een goede koffie drinken? Ik heb wel 's ochtends makkelijk met eerst koffie. Ja. Jij ook? Nou, ik hou er wel heel erg van, maar ik ga er niet altijd even lekker op. Gelijk zo'n cafeïne. Ja. Nee, ik heb dat helemaal niet. 'S ochtends vroeg heb ik dat wel, de rest van de dag niet. Maar als ik 's ochtends meteen begin met koffie, dan doe ik altijd van dat natuurlijke zonnatuurredpul. Dan wil ik liefst zo'n mok drinken, maar ik ben de hele dag weer hyperactief. Dus ja, is dat zo? Heb je dat? Ik niet. Hè. Ik zuip de hele dag koffie, maar ook als ik zeg maar 's avonds naar bed ga. Ik ben toch al hyperactief. Ja. Maak geen reden. Vind je dat? Nee, toch? Je bent toch wel rustig, hè? Niet? Nee, je bent wel rustig, ja. Valt wel mee. Mijn vrouw die is echt actief. Ja? Ja, heel druk. Maar ik denk zelf dat ik heel rustig ben, maar gaat die weer aan? Wat is nou, rustig. Dan? Ja, jij wil zo'n cockpit. Dan krijg je dit. Zo midden op weg stoppen. De cockpit hier. Hey. Volgende raam achter. Komt voor de bestelling maar. Die koffer komt zo. Waar moet ik heen? Bij de eerste... Parkeren? Nee, bij de eerste tram. Oké, dankjewel. Ja. Nu gaat dankjewel. Echt... Dat was weer een ander type dit. Ja, dit is er toch niet over. Dankjewel. Dankjewel. Ik had nog geen water. Waterhoop. Allemaal water. Je moet hier gewoon wachten. Kijk. Je moet hier gewoon wachten op een kopje koffie. Is dat niet normaal? Dat is toch niet te doen. Maar waar je zou zeggen, je gaat bij McDonald's. En dan ga je heel snel geholpen worden. Ja. Maar nee hoor jongens, het is fucking lang. Kut McDonald's, we gaan een Kentucky of een Burger King. Alleen een koffie! Koffie! Nee. Maar waar waren we gebleven? Ik ben bij niet roken, druk. Bij roken. Oh ja, roken. Ja, roken. Ja. 2 jaar gestopt. Ja. Goed hoor. Heb je nou niet als je een feestje hebt en zo? Ja, denk van. Nou weet je, het is net begonnen. Ik heb net, toen ben ik gestopt. Op het moment dat natuurlijk het hele corona gedonder was. Dus dat was eigenlijk een perfect moment. Hm. Want dat... Als ja, we werkten hey. Wel, maar... Hi! Oh, dankjewel. Wat is wat? Latte macchiato en
cappuccino. Ja, welke? Die is... Dit is later met die. Die is voor jou. En de chocolademelk is? Dankjewel, lieverd. Okay. Doei, schat. Doei. Hier. Nee, maar ik had echt chocomel. Drink maar een keer op. Ik hoef het niet. Ja, lekker. Heb je ook wat? Ik heb gestoten. Moet je suiker? Hier, moet je suiker? Tijfzij. Nee, nee. Moet jij suiker? Godverdomme. Ik had net ook een koffie op, man. Kijk, maar nu zou ik dus wel even lekker peukje doen. Ja. Jij, rook jij? Ja. Ja, ik kan gewoon roken. Als een ketter. Nee. Ik rook gewoon een... Ik kan roken. En dan rook ik gewoon een week niet. En dan rook ik gewoon weer. Oh, klootzak. Echt lekker, hè? Ja, echt een lul ben je. Ik had zondag gerookt, voor het laatst. Ja. Nou, gisteren moest ik ergens heen. Nou, en dan krijg je een biertje en zo. Dan pak ik een sigaretje erbij. Dat is simpel. En dan doe je het gewoon daarna niet meer. En dan, ik heb nou nog niet gerookt, helemaal niks. Oh, wat heerlijk zeg. Fijn is dat, hè? Ja, dat is echt. En dat heb je altijd al gehad? Altijd gehad. Het is zo'n fantastische auto, dames en heren. Hij start en hij stopt vanzelf. En hij start wanneer je het zelf zou willen. Hè? Dat is, maar weet je waarvoor dit... En wat voor auto rij jij dan? Ik rij in een Ford K. Wat kut. Ja, echt kut, ja. Zo'n heel klein. Ik had eerst zo'n Audi Cabrio, maar die was allemaal. Ik denk, jezus, wat zit ik me hier geld uit te geven voor Jan Lul? Ja, maar het is ook zonde. Het slaat helemaal nergens op. Ja, dat is echt. Maar ik heb nu echt zo'n roze stuurtje en zo heb ik van Dorian gekregen. Had zo'n roze leer stuurtje. Nee. Ja, ah, wat lief het is. Snoezig, hè? Dit Dorian roken ook? Wat zeg je? Dorian roken? Nee, ook wel gedaan. Sport dan wel, hè? Of niet? Ook niet. Ze hebben laatst het ook heel lelijk in. Oh, lekker rustig thuis. We deden altijd heel veel, maar. Nou, de afgelopen tijd denk ik van, ik kom wel eens 45 zijn al. Je bent nog jong, hè? Je bent 32, hè? 32. Ja. Welke maand ben je geboren? Oktober. Oh, hoeveelste? 26. Oh nee, ik 30 september. 30 september. Die kan gaan we niet op. Weegschaal ben ik. Even. Weegschaal, ja. Nee, ja, kan. Moet je als je even door Hilversum wil? Nee, helemaal stoppen. Het is druk, man. Ja. Al die mensen dan eens kijken. Denk ik zo, oh, kijk, Andy heeft een nieuwe vriendin. Bertier. Bertier, ja? Jij heet Mandy, toch? Klootzak. Godverdomme. Doe er aan me. Help! Hey, Dorian, help! Help, ik kan niet meer. En festivaletjes, hou je er ook van? Vind ik wel leuk. Ja, ik ook. Ja, vind ik wel leuk. Maar kan je daarheen dan? Kan je daar lopen zonder dat je aangesproken wordt of wat dan ook? Nee. Nou, dat is grappig, daar hadden we het net over. Omdat het natuurlijk allemaal, wat we net zeiden inderdaad, over het roken, dat ook in coronatijd begon. Ja. Dat het toen makkelijk was om te stoppen. Ja. Toen is dat natuurlijk ook heel lang niet geweest. Dus toen hebben we ook heel lang niet in met grote groepen mensen zijn we geweest. Dat is ook een beetje, als je dan nu ineens weer ging, oh ja. Oh ja, we zijn op tv. Oh ja. Ja. Dus dan moet je altijd wel schakelen. Het is niet dat ik dat heel erg vind of zo. Nee. Maar soms denk ik wel, nou, ik sta nu met mijn vrienden te praten. Ja, laat maar even. Ik kan eigenlijk niet dan een gesprek afmaken. Want dan. Nee, maar ook zeg maar. Ook, als je even, kijk, als jij een wijntje op hebt of zo. Of je hebt een pilletje of zo, weet je wel. Dat kan eigenlijk niet als je bekend bent. Want nee, iedereen die maakt video's in. En foto's en dan is het klaar. Ja, klopt. Dus dat vind ik niet dat ik daardoor ga ik me echt niet laten leiden, want dat is echt heftig als, dat, als ik daardoor mijn leven zou laten bepalen. Ja. Stop! Hij stopt wel goed, hè? Jezus, die auto is zo mooi. Zet neer, kijk dan. Nee, je kan het nu al drinken. Het is heel lekker. Oh. Maar ja, een pilletje, ja, doe je dat vaak? Nee, kijk maar. Als ik op een festival ben, dan wil ik wel echt genieten. Ja, nou, dat niet, maar gewoon dat je gewoon lekker, een pilletje af en toe, één pilletje een keer lekker. Gewoon lekker dat je lekker voelt, ja. Weet je, en dat kan dan niet. Want er altijd mensen zijn... Met schele, knagende... Ja, zit je op de foto. Ja. Dat kan niet. Dat maakt niet zo'n verschil. Fuck jou, joh. Idioot. Dat is niet cool. Maar daarom kun je het niet doen. Dus als ik denk... sta ik zo op de foto. Meestal. Heel zachtjes. Maar dat is toch geen verschil? Je bent echt niet goed, man. Doe, ja, dit vond me echt geluk met jou. Volgens mij ben jij echt ook de grappen maken thuis. Hè? Gewoon lekker genieten. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Yeah. Ik vind ook, je moet een beetje genieten van het leven, toch? Ja. Yeah. Dit is allemaal al serieus genoeg. Daarom. Maar jij was toch ook model?
Ik was model. Ja, toch? Je bent toch model geweest? Of ja, nog steeds? Nou, model. Oh, dat staat natuurlijk op... Ik heb gelezen een beetje. Ja. Handen. Ik heb gelezen dat je model bent. Voor handen, toch? Ja, nee, voeten. Mijn grote teen, hè. Heb je grote teen? Ja. Zo'n hele grote knok. Ik ben altijd voor operaties, als die moeten gebeuren, ja, staan mijn voeten altijd op zo'n foldertje. Nee. Een voorbeeld. Als u dit heeft, dan moet je er echt wat aan laten doen. En dan een foto van mijn voeten. Er is zo'n ding erop. Zo'n knok. Oh. Dat heb ik wel echt. Ik heb echt zo'n knok. Echt? Ja, dat heb ik echt laten opereren. Ik maak het nu een grapje, maar het is echt zo. Heb je dat omdat je te grote voet had, dat je kleine schoenen aan deed? Ja, zo'n Chinees schoentje. Ja, ja, zo. Ik dacht, ik wil zo'n heel mooi zo'n tutuutje of zo'n ballerina schoentje. Ja. Zo helemaal afgebonden. Oh, wat zielig. Zielig, hè? Dat is een kleine... Had mijn vrouw ook moeten doen. Had ze nog gewoon maat 37 had. Nu is ze 43. Het is niet leuk. Je hebt een hele lieve vrouw. Ja. Mijn vrouw had een vakantie. Is nu op vakantie. Met de kinderen naar Spanje. Oh. Ja. Dus dan ga jij altijd meisjes ontvoeren in deze auto? Nee. Vroeger wel, maar nu niet meer. Nee, ik ben... vroeger wel. Ik moet werken. Nee, vroeger wel. Heb je eventjes gedaan? Ja, heel eventjes maar. Ja, ik ben nu echt een jaar monogaam of zo. Ik ben 12 jaar samen, dus... God. Het is wel lang, hè? Wat de hel voor die vrouw van jou. Nee. Maar, was jij nou het geef van Ferry dat hij, als hij een berichtje stuurt, dat hij alleen maar spraakberichtjes doet? Hij is toch de man om te typen? Ja, zijn spraakberichtjes zijn ook vaak wel lang. Ja. Maar ja. Ik hou zielsveel van. Lieve gast, man. Ja, dus echt een mooie jongen. Op zijn motor altijd. Maar hij is echt een lieve jongen, hè? Hij is heel lief. Ja, echt. Hij doet het goed, hoor. Ik ben heel blij dat ik met hem... Met die shout-out ook, toch? Die Vips. Doet hij ook goed, hè? Heb jij dat ook? Nee, ik waarom heb niet? Het niet. Ja, dat is inderdaad. Hij zegt ook altijd, doe nou. Ja, hij heeft eigenlijk ook wel gelijk. Maar ik weet niet of ik de hele tijd zin heb. Ach, maar dat is niet de hele tijd. Maar jij doet dat natuurlijk wel. Ja, ik heb gewoon... En jij hebt gewoon een heel salaris eruit. Nou, ik heb wel een leuk maandbedrag, hoor. Ja, hè? Ja, serieus. Maar je kan zelf die prijs bepalen en... Wat mensen ervoor moeten betalen en dat doe je, het is nog geen minuut werk, hè? Het is één filmpje van ja, gefeliciteerd met je verjaardag, gefeliciteerd met je verjaardag, groetjes en die dit en dat, nou boom, klaar, eind van de maand krijg je gewoon die geld gestort. Ja. Dat is leuk, hoor. Maar ik zit er dan een beetje mee, maar misschien kun je me overhalen, ik zit er dan een beetje mee dat iedereen een filmpje van jou heeft op zijn telefoon, weer voor die en weer voor die. Oh, maakt het uit. Zo, dat was een overtuigende speech. Ja, zo. Wat maak jij dat nou uit? Interesseert jou dat? Overtuig me. Maakt het niet uit. Ja, want hoezo? Maakt het niet uit. Ze kunnen ook vanaf de televisie affilmen. Dan hebben ze ook een filmpje van je op zijn telefoon. Ja, je hebt ook gelijk. Ja. Ja, is wel zo. Maar de hele tijd, als je stelt, niet dat ik ervan uitga dat iedereen maar de hele tijd wil dat ik hem feliciteer. Want wat maakt dat? Dat snap ik dan niet. Ik denk, wat doe je dan nou? Maar dan moet je stel dat mensen dat heel leuk vinden. Ja. Ben je de hele tijd filmpjes van jezelf aan het maken? Weet je, een fijne dag, precies. Ja, klaar toch? Dit is 1 minuut werk. Maar dan wordt het juist zo, als het zo veel is, dan wordt het zo onpersoonlijk. Ja, maar je staat ik ook... Ik denk, ik wil dat echt bij iemand doen waarvan ik denk, ik ken jou, ik vind dat leuk om voor jou te doen. Dat heb ik een beetje, dan ben ik aan het kijken. Ja, die betaalt ook jouw rekening, die je kent en dit en dat. Ja, maar als we zo moeten gaan, dan kan ik niks meer doen. Nee, maar het is ik bedoel, dan moet ik alles doen. Ja, dat moet je ook doen. Oh. Heeft 50 euro verdienen? Ja, is dat je eerst alleen maar... Jezus, nou, godverdomme. Wat mooi. Nou, mooi. Snel dan! Mooi, even snel. Oh, ben je gek. En waar ga je? Ik vind je een mooie meid. Nee, waar rijden we eigenlijk heen? Ik weet het niet, lipschap. Gaat terug, hè? Doris zal wel ongerust worden. Ja, hij zei half uurtje. En die ligt bovenop je. Ja, precies. Gaat die vieslakje ook versieren zijn? Nou, of moet ik achterin? Hij stond al om klaar om mee te gaan. Ja. Was hij een beetje... Nee. Ik ben een lieve jongen, man. Wel een FaceTime is heel. Die FaceTime is zo. Doe niet aan, vriend. Ze komt eraan, ze kan niet praten. Ik ben heel even wat later. Ze heeft de mond vol, ze kan niet. Wordt die helemaal gek? Gaat die echt aan de zuip, net zoals in de serie? Dus niet gezond. Ik denk dat hij jouw eentje koffer van je rond heeft. Oh, Dorian, mooi kill, joh. Nee, hij speelt ook goed, hè? Ik wil hem goed spelen. Zeker. Vroeger keek ik heel veel goede tijden, maar nu. Door die kinderen. Nee, die kinderen van mij die zijn 9 en 10 jaar oud thuis. Ja. En die lopen heel dag te schreeuwen, weet je wel. Dus je hoort toch niet. Laat maar gaan. Nee, jij hebt in totaal 4 kinderen dan? Ik heb 5 meisjes. 5 meisjes? Ja, 5 meisjes. Ach, gossie. Ja.
Oh, dus als je een meisje wilt, dan app me maar. Dan ben je... Dorian maakt alleen maar gasten, heb ik gewoon. Dus... Jezus. Oh ja, bij wie dan? Nee. Ik ben heel benieuwd. Ja, nee, kut. Nee. Hey, we zitten hier nou wel in Loosdrecht, of niet? Wat is dit? Ja, wacht even, moet je hier nu te even wat? Hier gaan we keren, man. Oh. Gaan we hier keren? Kijk, hij zegt ook in de navigatie met de Dan moet je links afslaan. Ja, links afslaan, dan gaan we weer links. En dan zet ik jou af, want Dorian zou echt wel ongerust zijn. Met die Dorian. Ik wil Dorian ook wel een keer een auto. Moet je doen. Ja, hè? Ja, sowieso. Ik heb nog volgens mij niemand van goede tijden in de auto gehad. Even kijken. Nee. Nee, niemand? Yes. Ja, dat is leuk hoor. Ja, heb jij primeur, man? Godsamme, niet normaal. Wat een eer, wat een eer. Ja, vind ik leuk. Maar hoe kwam het? Jij zegt even. Wat, hoe kwam het? Wat zeg jij? Stuurt hij me een berichtje. Ik haal je even op in de auto. Ik ben een half uurtje klaar met je. Goor vent. Nee. Jij zegt, haal je me op en zet je me weer thuis. Ja, tuurlijk. Ja. Een half uurtje ben ik klaar met je. Eigenlijk goed. Normaal is het een half uur. Hoe lang zijn we nu aan het filmen? Oké. Hè? Zullen we zo een lekker sigaretje roken? Uit de auto? Nee? Wat een nare streek. Oh. Lekker hè? En drinken veel? Wijn? Jij bent echt wijn drinken ook niet? Nee. Niet veel? Bier? Alles jongen. Ik heb er niks van. Dat kan niet. Nee. Had mijn alcohol in zit. Ik was zondag op feest. Dat begon, was daar 1:30 's middags. Dat is gewoon bij een voetbalclub. En daarna een beetje voetbal kijken, volleybal kijken. Hè? Drinken. Wat drink je? Ik heb bier. Bier. En ik kreeg shotjes. Ik ken niet echt shotjes, hè. Ik kreeg van die... Ik had een vriend bij me die reed. Helemaal geruit. Ah. Ik heb gewoon... Ik kwam thuis om 11:00 s'avonds. Hij deed de deur open, ik stap uit. Kotsen. Ben ik in de auto gaan zitten weer. Ik zeg, laat mij maar zitten. En, 6:30 ochtends ging ik naar binnen. Dus ik zou bij mijn Lisa... Ik de deur open. Gelijk zo. Ik was al om 11 uur thuis, hè? Oh. Zeg ze, dan weet ik maar gewoon. Ga me douchen, je stinkt. Oh. Dus die vriend van mij was binnengelopen. Ja. En die zei, ja, Andy ligt in de auto. Laat hem maar liggen, die viezert. Ja, heb je gezopen, hè? Laat hem maar liggen. Dus... Scheten laten. Nee, dat doe ik niet. Kotsen, scheten laten. Ja, tegelijk. Niet. Jij wel, hè, viezerik. Jij ook, hè? Kijk dat? Ach, jongen, de hele... de hele dag alleen maar als iemand wat zegt. Zo'n nat scheetje. Gadverdomme. Echt een viezerik. Weet je wat ik hier gehad heb? Luister dan. Hey, ik was een keer op een feestje, een verjaardag van een vriend ergens met. Toen poept hij in je broek. Ik licht, maar ik had zo'n broek aan, hè? Een lichte broek. Kijk. Dus ik sta zo, ik zuip. Ik moest pissen, hè? Maar ik sta te pissen, maar dan wil je snel plassen, want je wil weer terug. Dus ik heb plassen, jongen, ik een druk erachter. Oh, dus heb je in je broek gepoept? Dus, ja, maar ik had niet door. Dus ik loop zo terug waar iedereen staat. Zeg mijn vrouw, viezerik, wat heb jij dan in je broek? Ik heb gewoon een poepnaadje. We hadden een barbecue. Ik zeg, kijk, dat is satésaus. Zeg ze, nee, viezerik, je hebt in je broek gescheten. Ik de auto weer, jongen. Oh, gelijk weg. Maar is dit gewoon een grap of is dit echt zo? Dat is echt een gebeurd verhaal. Echt, vraag maar. Ja, en toen had zij niet een extra broekje? Had je niet extra broekje? Nee, maar ik ben in de auto gestapt, ben weggegaan. Ik zeg, kom, we gaan. Echt vies. Nee. Heb jij dat wel eens gehad? Nee. Jawel. Tuurlijk niet. Jawel. Nee, maar dat, nee, dan had ik het nu in geur en kleur verteld aan je, maar het is echt niet waar. Ik heb het nog nooit gehad. En Dorian? Och, jammer, elke dag. Maar daar kan hij ook niks van doen. Heb je gewoon wel een beetje een darmprobleem. Dus dat is gewoon net zoals jij, denk ik. Nee. Dat is wel gevaarlijk, hoor. Nee, maar dat kotsen wel, dat is gevaarlijk, hoor. Ja, nou ja, maar heb je dat vaak, dat je zo overschreven? Nee, nooit. 7 jaar geleden had ik dit. Daar had ik ook te veel gezopen. Normaal drink ik, als ik gewoon bier drink, is er niks aan de hand, zeg maar. Nee. Maar als ik dan ga mixen en dan Bacardi en dan shotjes, daar, dan kotst ik alles onder. Maar bier kan ik gewoon drinken, is geen probleem. Nee, dan voel je alleen wat dik in de dag daarna. Ja. Een beetje hoofdpijn en dat is het. Ja. Maar ik vond het even fijn om te kotsen. Ik was wel een paar kilo afgevallen dit. Maar dan kan je dat toch gebruiken als je dat wil. Elke dag. Zo. Nou, ik vond het een mooi poep- en kotsritje.
hebben van genoten. Dat is leuk toch? Zo jou, ja, vet in mijn broek gescheten! Ja, vet in mijn broek gescheten, kotsen. Man. Niet normaal. Oh, echt een schande, jongen. Iedereen staat te kijken. Maar heb je dat dus nooit gehad dan met paardrijden? Nee, jij wel? Nee, dat je dan een beetje moet poepen. Dat doe jij wel. Heb jij wel gedaan. Nee, ook anders begin je er niet over. Nee, ik dacht het nu ineens. Nee. Ik dacht ineens dat je in galop zat. Flitspaal 80 km/u. Dat je in galop zat. Dat je zo schijntje. Dat gewoon door blijft gaan. Jawel, heb jij wel gehad. Wat is dit? Gewoon? jij begint daarover. Ja. Viezerik, jij bent van de poep. Oh, echt een schuitwijf. Ik wou dat zeggen, je bent echt een schuitwijf. Oh, godverdomme. Oh, wat vies. Nou, en nu? Hey. Wat en nu? Maar verder. Nee, nu niks. Ja. Wat zijn je ambities? Oh, mijn ambities en mijn hobby's. En de dingen die ik verder in het leven leuk vind. Och, dat zijn zoveel. Ja, mooi hè? Ja. Zoveel. Dat wil jij niet weten, kind. Nee, maar even serieus. Je was dus geen model. Ja, dat zei je. Ja, dat zijn we nu. En 60 kilometer per uur. Nou jawel, ik heb wel op de catwalk gelopen. Ja. In Wilwarden was dat toen nog, ja. En af en toe foto's. Was geen hond zeker. Wel, toen ze wisten dat ik dit. Stamvol. Nee, dat was ook heel gezellig om te doen, ja. Ja? Voor kleding. Dat is een kledingmerk. Ah. Ja. En nu nog zingen? Ja. Ja. Leuk. Dus dat wel, daar wil je wel mee doorgaan of zo? Ja, ja, zeker. Ik ben ook wel bezig met nummers, dus dat is allemaal nog niet helemaal out in the open. Oké, primeurtje. Primeurtje. Dat is leuk, ja. Dat is lief zeg. Ja. Eindelijk komt er wat nittigs uit je mond. Ja, je bek nou eens even. Jezus Christus. Ga jij even een dicté voorlezen, bro? Oh, mooi, wat mooi. Eindelijk komt er iets. En jouw ambities verder? Nee, niks. Nee, oh. Ja, ik wil gewoon, nee, gewoon lekker leven, man. Genieten van het leven. Elke dag. Ja, echt zo. Dat vind ik belangrijk. Ik hoef niet, ik doe ook niet. Ik hoop wel op dingen, maar ik verwacht niets. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar volgens mij is dat wel een mooie instelling, toch? Ja. Dus dan heb je ook nooit. Je kan ook met weinig teleurstellen. Ja. Precies, dus daar heb je geen teleurstelling als je, ja. Ja, je kan het hopen, maar je verwacht niks, dan is het goed. Nou ja, als mensen vragen naar dromen en zo, ook wel eens, dan denk ik ja, zo, wat zijn je dromen, wat zijn je ambities? Nee, eigenlijk toch of soms zelfs volgens mij is het dat je echt van binnen voelt dat je op het juiste pad bezig bent en dat je echt bewust bent van het feit dat het pad, zeg maar cliché, maar dat het pad mooier is dan de eindbestemming. Mm-hmm. Dat vind ik dan toch altijd wel. Ik ben wel de laatste jaren dat nog meer gaan beseffen. Dat ik weet je. Alles wat voor jou bestemd is, dat komt toch wel jouw kant op. Ja, dus precies. Dan kun je gewoon heel erg in bewust altijd. Daarom. Precies, dat denk ik ook. Ja. Het komt zoals het komt. Ja. Klaar. Ja. En als niet altijd, weet je wel, dan krijg je ook dat je gewoon bij de pakken neer zit te zeggen. Ja, nou, het komt mijn kant op. En dan ben je ook gauw slachtoffer. Natuurlijk, mm-hmm. Als het leven dan een beetje zuur wordt. Dan is het ook van, dit is dan voor mij bestemd. Maar ik denk niet dat je op je kont moet zitten en niks doen. Nee. Maar vertrouwen is toch wel. Belangrijk. Key. Ja, zeker. Wat ga je vandaag doen nog? Nou, we zouden dus. Hé, je begint over sporten. Ja, je zou gaan sporten. Nee, we zouden vandaag dus even zoeken naar een leuke sportschool als een paar keer Beppe. Opa en oma, even op de fiets. Even kijken naar een leuke sportschool. Ja, zou je dat gaan doen? Ja? Ah, ja. Leuk toch? Leuk hè? Met z'n tweetjes, lekker sporten. Lekker sporten, ja. Je moet wel een sauna erbij. Sporten. En je moet wel een saunetje lekker erbij, want het is lekker relaxed. Ja, dan relaxed. Wel privé, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Doe je dat vaak? Nou, ik heb wel. Ik heb ook een sportschool waar ik. Een sauna, nooit maar soms doe ik gewoon. Nooit kom. Soms ga ik gewoon naar de sportschool, ga ik alleen in de sauna zitten. Oh, en, dan, ja, en dan ga ik. En daar is die. Gewoon niks doen met je dikke reet. Nee, dat is hem niet. Dit is een heel andere vent. Toch, joh, wij veranderen, Pik. Dan ik nu zeg, oh, dit is hem. Nee, maar dan ga ik in de sauna zitten en dan doe ik gewoon bubbelbad sauna, weet je wel. Ah, gewoon lekker eventjes, helemaal niks. Helemaal met niemand praten en zo. Oh, die kat gaat zwemmen. Ah. Ja, word je wel eens een beetje moe. Vind je het ook fijn om gewoon. Even niks, even niet sociaal te hoeven doen. Ja, even. Hier word je ook wel moe van, denk ik. Je moet allemaal verschillende mensen weten. Oh, maar valt al mee, hoor. Nee, vooral van mij, hè. Je bent wel druk, hoor. Ja, superkut. Superkut. Waar moet je afzetten? Daarheen? Ik vond het een leuk rondje, maar je moet daar stoppen. Oh.
Je zegt ook niks. Ik woon hier. Ik woon hier. Ik woon hier. Ja, dit is ons bijbootje. Wat is dit dan? Woonwagenkamp? Ja, dit is voor zigeuners hier. Oh. Nou. Wie is dat dan? Geen idee. Waar moet ik heen? Kijk daar, stoppen. Dan stop je daar. Dan stap ik hieruit. Ah, hier? Dan kan jij gewoon door. Oh, kijk. Okay. Zie je bij die... Oh, daar woon je. Zal ik dit eventjes... Nou kijk, we wonen wel in zo'n boot, maar dan daar meer op de hoek. Oh, oké. Het is echt nou, goed. Heel leuk. Dankjewel. Hartstikke bedankt, dat is leuk. Ja, vond ik ook. En, zal ik die meenemen? Die is nog vol. Oh, die is nog vol. Mag ik hem opdrinken of gaan we hem terug? Ja, sorry hoor. Jezus. Neem maar water mee. Je flikker maar op ook. Ik krijg dat die... Vergeet je geld niet, hè? Oh, zo, even mijn broek dicht. Nou. Was leuk. Hey, als je aan de aankomt lopen, moet je zo doen. Oh. Ik had hem al open gedaan voordat ik wegging. Ik zei pop, hè? Het was echt een top feestje. Doe dat. Zo, heel leuk, hè? Ja, het was echt gezellig met hem, man. Hey, bedankt, lieve. Dus dan, doe goed aan Dorian. Oké, doei. Yes!